weer in zoeken. Zijn, gemeente Molenwaard. Jongeren en drank, bemoei je er niet mee. Dit zijn de spots waar wij ons ding doen. Nou kom. Koos, werkloos. Nou, ja, serieus, moet ik een beetje licht of zo? Met Randy van de Maskers. Hoogveen vanavond sowieso de God Story. Is, dat wij, je moet even over het album en zo praten. Hey, roep ik. Maar even serieus, hij moet een doopje van 12 minuten maken. Nee joh. Hoogveen ik zijn we... Ik heb vorige keer hey, laten wij dus een vaccin aanpakken. Stap. We doen dingen. Zuiver koffie. Nee. Wat zit er allemaal in je oren, Martin? Ja, dat wil je niet weten. Miauw. Wapen! Serieus interview nu, serieus. Even serieus interview met Frans nu, hè Martin. Zuiver koffie. Nee, even serieus. Even stand je serieus. Nee, serieus. Allemaal eten op de grond. Ai, 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 ai. Jammer, man. Zonde om het eten. Ik ga wel interviewen, dit gaat niet goed. Friends, waar staat volgens jou zuivere koffie voor? Voor geen opsmuk. Gewoon recht voor je raap. Te zeggen waar het op staat, weet je wel. We gaan verder dan die vorige cd wat dat betreft. Sterker nog, we pakken die tracks van de vorige cd. We maken ze gewoon nog heter. Ik ben de enige die nu een goed serieus stuk interview heeft. Frans. We hebben... Lekker interview. Goeie vraag ook. Wat heb je geleerd tijdens het hele traject van het opnemen van zuivere koffie? Dat er maar één absolute waarheid is uiteindelijk. Wat zijn jullie hier slechter? Ik kan dit gewoon zonder lachen. Tot hier en niet verder de vorige cd vanavond. De laatste drie exemplaren gaan het publiek in gooien, want zuivere koffie is bijna daar. 1 november. Wat mij betreft een veel toffer album nog eigenlijk dan deze. We hebben hier 3 jaar mee getoerd, veel meer opgetreden. Met je nieuwe show gaan we zeker een stapje verder nog. Qua eerlijkheid, qua persoonlijkheid, maar ook qua feesten. Dus sowieso een toffe combinatie, zuivere koffie. Er staan teksten op deze cd, bijvoorbeeld Ik geef het over, die ik eigenlijk alweer, nou niet intrek, maar wel in een brede perspectief plaats op die nieuwe cd, weet je wel. Van wie ben ik als ik op het podium sta en jou ga aanmanen tot geloof, als ik zelf ook al mijn twijfels heb. Ik denk ook dat het goed is om af en toe te twijfelen. Ik denk ook dat het goed is om standvastig te zijn in je vertrouwen en je geloof. Maar het hoeft niet altijd rond en afgerond te zijn, weet je. Het mag ook rafelig zijn, het mag ook wringen, het mag ook gewoon moeilijk zijn af en toe geloven. Dat is het ook. En dat wringt wel eens, weet je wel. Dan sta je tegelijkertijd op het podium en sta je daar een verhaal te vertellen. En is ook die andere kant. En ik denk dat die andere kant nog veel meer laten zien op zuivere koffie. Dus dat. Het nummer heet Zo Bijzonder en het refrein gaat dan ook. Zo bijzonder, zo bijzonder. Zo bijzonder, zo bijzonder. Zo bijzonder, zo bijzonder. Ze is zo. Zo, wat weer een soul deze keer. Zo bijzonder, zo bijzonder. Zo bijzonder, zo bijzonder. Zo bijzonder, zo bijzonder. Ze is zo bijzonder. We zijn in Heerde. What up, Heerde? Heerde, what up? Leeuwarden, what up? Vlissingen, what up? Antwerpen, nah. Niet? Dit is nasty materiaal. We hebben een monitor speaker. En ergens in de hoek. Dingen zijn moeilijk. Maar dat is het leven, weet je. Dat is actief zijn, dat is je ding doen. Daarnaast zijn we met 2/3 van de club. Zeker. Je zou ook kunnen zeggen dat we met 3/4 zijn. Ja. Zeker. In theorie zou het kunnen. We zijn gewoon even op plek gewisseld. Want zo hoort dat. En dan valt het licht uit. Wij serveren jou. Zuivere koffie. Ik heb het handgemaakt. Ja. Gekke dingen zijn gaande, man. Gaande dingen zijn gek. Koks is illegaal hier de muur aan bekladden. En wij proberen hem tegen te houden. Dus we hebben de politie gebeld, komen er zo aan. Jeugd tegenwoordig? Illegaliteit voor onder de 12. Kijk dan. En ja, er gebeurt. Het is Hengelo. Hengelo, oh oh. Dingen gebeuren hier. Kijk hem gaan, jongen. Hallo, jullie zijn hier bij de clipshoot van het nummer? Nieuwe standaard. Waar gaat die openen? Een fietsmaker die een nieuwe standaard gaat zetten. Mensen die een nieuwe standaard zetten in hun vakgebied. Zit je net te lachen, joh. Ja, fietsenmaker is ook nog geweest, ook een vakgebied. Freestyle voetballer Joshua komt handje helpen. Huh?
Ik ga mijn panna's geven. Pijnlijk wel. Het is ook niet zo moeilijk, hè? Dan komt hij al met de bal onder de arm. Ja, hij is toch een beetje de voetballer die wij nooit konden worden. Nou, dat ken ik ook wel, hè. We zitten nu momenteel in een bosje. Joshua is wat shots aan het maken. Zo om hem heen cirkelen. Get down! Get down, get down. And move it all around. Filmshoot, videoshoot, clipshoot, nieuwe standaard. Nascool. Luciano Pite. Nascool. Zou die ook kunnen krijzen als een Nascool? Je hebt gewoon weer een goede quote nodig, denk ik, hè? Zuivere koffie. Ja, wordt wel gruwelijk, man. Weet je, zuivere koffie. Ik bedoel, we zetten gewoon die nieuwe standaard. Twee letters voor je. ZK. Twee letters voor je. Sup, Rivelino, a.k.a. Black Rockstar, met de boys van Damascus. We zetten vandaag een nieuwe standaard. Nederland heeft gewoon nieuwe standaarden nodig en we brengen het in de muziek, in de kunst en cultuur, in alles. Ba. Ziek mannetje, hè? Standaard. Ik denk, nieuwe standaard. Klinkt, Martin achter de camera. Ik val wel een beetje niet, man. Je zou onze gasten moeten opnemen, maar dat doe je dan weer niet. Hè? Zodat je straks bij die docu alleen maar flauwe grappen van mij hebt. Dat is wel de bedoeling. Ik weet dat je niet wacht op een toespraak. Dus ik wil nu van je zien dat je moves maakt. Dit is Springstof, spring met ons. Dit is Springstof, spring met ons. En ik weet dat je niet wacht op een toespraak. Dus ik wil nu van je zien dat je moves maakt. Dit is Springstof, spring met ons.